Goedemiddag. Goedemorgen, ik ben Thomas, Giel, Stefan en vandaag gaan we wc-rollen over hun huis heen gooien. Leuk. Oké, we hebben een busje vol met wc-papier en ladders. We gaan nu naar mijn ouders huis om die te gaan versieren. Want het lijkt me wel grappig om mijn moeder een keer te gras te nemen. Want die gaat helemaal flippen, denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Gaat. Je wordt helemaal gek. Wow! Hey, je mag eruit, man. Ik haat jou zo ontzettend erg. Dat wil je niet weten, gaar. Dit is het huis van Thomas' moeder. Dat is het eerste. Bij deze bied ik alvast mijn excuses aan moeder van Thomas. Want ik denk niet dat je dit heel leuk gaat vinden. Nee. Die wordt echt helemaal gek. Ja. Zullen we beginnen? Ja, we kunnen beginnen. Let's go. Het voelt altijd kloot gewoon om mijn eigen moeder zo te gras te nemen. Dat heeft ze echt niet verdiend. Ja, het is wel lachen. Kijk hoe die tuin er nu al uitziet. Ik ben echt zo benieuwd hoe mijn ouders reageren als ze dit zien. Ik ook. Als ze boos worden, dan ben ik echt de sjaak. Ben je niet bang dat je gewoon heel veel huisarrest krijgt? Oh nee, je woont niet meer thuis. Nee, ik woon niet meer chill. Thuis. Oké, het is nu 7:00 ochtends. We hebben de hele nacht doorgewerkt. We zijn echt kapot. Maar we gaan nu snel om het hoekje staan, want ik denk dat ze echt ieder moment wakker kunnen worden. Mijn broertje wordt meestal als eerste wakker. Die maakt mijn ouders wakker. En dan wordt mijn zusje wakker. En dan zijn de rapen gaar. Nu wel lang. We zitten al een uur te wachten in die bus. Die moeder die wordt maar niet wakker. Dus dan gaan we haar een handje helpen. Die ouders worden echt panisch, man. Oh, daar is iemand, daar is iemand. Ja, maar stil. Mijn vader is er. Oh shit. Oh, je bent er. Wauw. Oh, wat is hier gebeurd? Goedemorgen, papa. Ja, goedemorgen. Wat is hier gebeurd? We hebben het huis een beetje verstuurd. Zo, ik dacht, het is parachute. Of is er iemand een scheet gelaten? Ja. Thomas, een idee. Wij hebben niks gedaan, echt niet. Wie gaat het allemaal opruimen? Jij. Wat ga je doen? Ze gaat nou die moeder aan. Nee, ga je echt die moeder aan? Ja. Even, dit is echt vragen moeilijkheden dit, hè? Gast, jij weet hoe moeders zijn. Je weet hoe wat voor moeder ik heb. Daar heb ik schijt aan. Hoi, mam. Jongen. Goedemorgen. Vind je het mooi geworden, hè? Ik dacht, doe ik ook eens een keertje terug voor jou. Echt een beetje te gek, hoor. Het is fucking
half acht. Het is half acht. Ochtend. Op een zondag, half acht. Dat kan echt niet. Wat is het tweede van? Ja, het is nog geen kerk. Dus eigenlijk hoort het niet. Wel mooi, maar wat de heck? Wie heeft er nou zo'n hekel aan op? Mooi kunstwerk. Wow. Ja, vond je het? Ik vind het, die is ook mooi, ja. Echt? Nou, dan laat het zo. Nee. Doei. Nou, ik vind het wel grappig, omdat ik het niet ga opruimen. Niet? Ik ga dit niet opruimen. Dus dat, daarom vind ik het wel grappig. Dit mag Thomas zelf opruimen. Ik ging er eigenlijk niet vanuit dat ik ook niet zou opruimen. Ik weet zeker dat mijn moeder helemaal zou flippen. Maar die van mij niet. Nee, die van mij wel. Het was leuk om te doen. Zeker, het was super gaaf. Heel... Volgende keer bij jullie ouders. Ga nou verder toe, ga nou eens opruimen. Doei. Volgende keer bij jou ouders. Vond je dit nou een vette aflevering? Geef dan even een duimpje omhoog. Wil je meer van ons zien? Abonneer op ons kanaal. En wat zou jij graag willen versieren met wc-rollen? Laat het weten in de reacties. Ja, en volg ons via Twitter, Facebook. En al andere shit. Ik ben moe. We gaan naar huis. Later. En check onze nieuwe site. En hey, gasten, even helpen opruimen.